Daar zit dus bijvoorbeeld ook de Veringa normaal gesproken. Op 30 jaar is hij ook leraar hier aan de Universiteit Groningen. Ook leraar scheikunde. En hij kreeg zijn Nobelprijs voor zijn onderzoek naar moleculaire machines. Maar daar gaan ze van alles over horen. Misschien wel grappig trouwens. Heel veel topuniversiteiten die Nobelprijswinnaars in hun gelederen hebben, hebben speciale parkeerplekken. Maar ja, hoe beloon je nou een hoogleraar die altijd met de fiets komt? Nou, daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Een eigen fietsparkeerplek. En dus wordt hij op zijn Nederlands met een fietsparkeerplek geëerd. Welkom hier in Groningen. Dit is de oudste elektrische auto ter wereld. Die bijna 200 jaar geleden hier in Groningen door professor Strating werd uitgevonden. Maar hier heb ik nog een elektrische auto. En dit is nog maar een model. Want in het echt is deze auto nog een miljard keer kleiner. Dit is een nano-auto met nanomotoren. En die nanomotoren, die zitten ook in ons lichaam. Als we onze armen optillen, onze benen bewegen, kan dat allemaal doordat miljoenen nanomotoren aan het werk zijn. Het mooie is dat die nanomotoren van nature al bestaan. Alleen wat wij hier in Groningen voor het eerst hebben gedaan, is het maken van een nanomotor in het lab. En voor die ontdekking werd in Groningen in 2016 de Nobelprijs voor de scheikunde gewonnen. En wie die won, die Nobelprijswinnaar, die komt er nu aan. Dames en heren, ik presenteer u Nobelprijswinnaar Ben Veringa en zijn team. In 2016 ontving Ben Veringa de Nobelprijs voor de scheikunde. Maar hij deed dat niet alleen. Hij deelde die prijs met twee anderen. En deed het onderzoek met vele andere onderzoekers, studenten, medewerkers, technici van het mbo en het hbo. En alleen door samen te werken, deden zij de spectaculairste ontdekkingen. Maar Ben, hoe voelt het nou zo'n Nobelprijs? Dat is toch een jongensdroom van elke wetenschapper. Ja, dat klopt, Michael. Dat is fantastisch. Ik ben ongelooflijk blij en heel erg trots. Blij voor Nederland. Blij voor Groningen, deze universiteit. Het is toch geweldig dat we dit in het noorden voor elkaar gebokst hebben. Maar je moet zich realiseren, dit is een lange weg geweest. In een onbekende wereld, ver voorbij onze huidige horizon. Heel spannend en avontuurlijk. Een weg van meer dan 30 jaar. Met heel veel hobbels, heel veel tegenslagen. We raakten van de weg af. Maar ook fantastische momenten waarmee we ontdekkingen deden en het succes vierden. Maar het meest trots ben ik op mijn team. De studenten, de onderzoekers die het avontuur zijn aangegaan en dit allemaal mogelijk gemaakt hebben.
Het is een groot voorrecht elke dag met deze jonge talenten te mogen werken. Toen bijna 150 jaar geleden deze auto werd uitgevonden, wisten we eigenlijk helemaal niet wat we ermee konden. Ja, ik kon misschien een heel klein stukje rijden. Ik kon er niet op zitten. En al helemaal niks mee vervoeren. Maar het mooie was, professor Strating had een droom. En die droom was de eerste elektrische auto maken. En die droom, die hadden wij ook. Het maken van de eerste moleculaire motor. En daarmee de eerste moleculaire auto. Maar hoe maak ik nou zo'n moleculaire motor? Of moleculaire auto? Paco, kun jij ons vertellen hoe wij in het lab zo'n moleculaire motor maken? Nou, die nanomotoren en eigenlijk alles wat we hier om ons heen zien, kunnen wij maken met moleculen. En wat moet je zich daarbij voorstellen? Eigenlijk zijn moleculen een soort legoblokjes. Die kennen we natuurlijk allemaal, maar dan ontzettend klein. Wel een miljardste van een meter. En als wij nu deze legoblokjes op de goede manier samenstellen en samen smelten, kunnen we bijvoorbeeld een nanomotor maken. En als u nu kijkt hier, in dit kleine buisje wat ik in mijn hand heb, wat u achter in het publiek waarschijnlijk niet eens kunt zien. Hier zitten echt miljarden van die kleine nanomotortjes in. Maar Paco, jij zegt dat hier nanomotoren in zitten. Lijkt voor mij gewoon een beetje wit poeder eigenlijk. Maar die nanomotoren die zijn kleiner dan haar. Een miljoen keer kleiner dan een korreltje zand. En met het blote oog kunnen we die helemaal niet zien. Maar Henrique, kom dus bij. Hoe kunnen wij in het lab nou die nanomotoren zien? Henrique is een provenus bij ons in de groep. En Michael heeft helemaal gelijk. Deze moleculaire motoren zijn zo klein, die kunnen we onmogelijk zien met het blote oog. Sterker nog, we kunnen ze zelf niet zien met een optische microscoop. Maar wij hebben in het lab een speciale microscoop. Met deze microscoop kunnen we de motoren niet zien, maar wel voelen. Deze microscoop heeft een hele kleine naald en hiermee scannen we over het oppervlak. Op deze manier meten we waar de motor is en waar die naartoe beweegt. Nu maken we in het lab niet alleen nano-autootjes, we synthetiseren ook nanoweggetjes. Dus nu maar hopen dat we binnenkort geen nanofiles hebben. Dus Henrique, we kunnen nou die nano-auto maken. We kunnen zien dat die rijdt en controleren dat die beweegt. We kunnen zelfs onder een microscoop zien dat die over een weg rijdt. Maar wat kan ik er nou eigenlijk mee? Wat kan ik nou met deze nanomotor? Nano-auto. Ben, kun jij ons uitleggen wat wij met die nano-auto kunnen? Nou, op dit moment kunnen we er nog niet zoveel mee. Ik moet je teleurstellen. Maar wij kijken natuurlijk naar de toekomst. Ontwikkelingen en technologie voor de toekomst. En het onderzoek wat wij doen is heel erg fundamenteel. Gericht op de verre toekomst. Nieuwe basisprincipes. Toen Strating deze elektrische auto ontwikkelde, toen kon hij natuurlijk absoluut niet bevroeden dat 150, 180 jaar later wij elektrische auto's gingen maken. En dat elektrische auto's de komende decennia ons transport, onze maatschappij, drastisch zullen gaan veranderen. Waar wij in geslaagd zijn, is hele kleine motortjes te maken. Net zoals gezegd werd, de motortjes in ons lichaam. En ja, dit is een avontuur. Mijn droom is een beetje dat we in de toekomst nanorobotjes gaan maken. Die gaan dan in uw bloedvat. Die gaan op zoek naar een defecte cel. Er wordt een reparatie uitgevoerd. Of een geneesmiddel met grote precisie op het plekje gebracht waar die moet zijn. Maar dit is heel spannend en onzeker. Het lijkt een beetje science fiction. Maar we gaan het doen. Wacht op de toekomst. Het klinkt inderdaad als science fiction. Nano-autootjes die door je bloedbaan rijden. Maar hoe spannend kan het zijn om hier in Groningen die toekomst te ontdekken? En dat doen we door jonge mensen in Groningen in vele disciplines op te leiden voor de maatschappij van morgen.
soort mini-college dus over de Nobelprijswinnaar Ben Veringa en zijn team, wat zij hebben ontdekt. En ze eindigden met dat er zoveel meer studierichtingen zijn in Groningen. Dat zijn al die studenten erachter met die bordjes. Er staan al die studierichtingen op. Het zijn er bij elkaar zo'n 250.